What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Vandaag gaan we 3 films bespreken. Met eerst Argylle, vervolgd door The Zone of Interest en tenslotte Poor Things. Maar voordat we gaan beginnen, jongens, hoe is het met jullie? Ja, het gaat goed. Ja. Lekker, ja man. Ja. Hebben jullie nog wat interessants? Wat jullie willen delen? Hebben jullie nog iets gekeken? Hebben jullie nog iets meegemaakt? Meegemaakt, dat ook weer niet. Dat was best wel een saai vrij weekje, voor mij dan. Vrij weekje? Of vrij saai. Oh zo, vrij saai. Niks gekeken eigenlijk, naast de... verplichte films. Ja, maar, jouw 2024-doelen, die lopen nu nog achter. Die lopen nu nog achter, maar ik heb... Je moet een flinke inhaalslag maken straks. Ik ga straks een goede sprint trekken, jongen. Ja. Ik ga naar... ik heb mezelf beloofd, ja, ik denk maart of april, dan ga ik 3 films op een dag doen. Oké. Okay. 3 films op een dag? Ja, dan ga je even snel zijn. Ga je de hele reeks van Marvel van begin te kijken? Alleen maar short movies. 20 minuten. Jongens. Naar... Maar short movies zijn best wel leuk. Het is gewoon, klopt. Je kan een soort van het progress van een regisseur zien. Ja, en dan zie je waar die is begonnen en waar die nu is. Ja. Nee, maar ik zat laatst dus in de auto en het viel me in één keer op dat de Walt Disney Company, ja, dat die best wel lekker gaat de laatste maand, man. Laatste maand of laatste paar jaar? Ja, dat wou ik zeggen, voor mijn gevoel. Ja. En ik wou zeggen, slaap ik te veel op Disney? Nou, dat is het. Nee, misschien. Ik denk dat heel veel mensen daarop slapen. Ja. Maar ze doen heel veel in de shadows. Ja, misschien dat. Ja, en ik heb 2 ontwikkelingen meegenomen. Is ook leuk om te delen, ook voor de luisteraars en de kijkers. Kunnen jullie gehoord hebben? Disney Holo Tile Floor. Ja, ik heb het gezien. Ja. Ja, ik heb het gezien. Klopt. Even kijken, je hebt een clipje. Ik heb een clipje meegenomen. Ja, het komt voorbereid. Dan zien we hem ook. What's amazing about this is multiple people can be on it and all walking independently. They can walk in virtual reality and so many other things. So where are you hoping this tech ends up? You know, imagine a number of people being in a room, being able to be somewhere else collaboratively and moving around, seeing, doing sightseeing. So there are just so many applications for this type of technology, and we don't know yet where it'll be used. Well, it's official. I think you probably have one of the coolest jobs. Dit is I think you're right. Een ingenieur volgens mij, toch? Van Disney. Hij heeft meerdere attracties of zoiets had hij. Klopt. Geëngineerd. Ja, en dit is ontwikkeld door Disney Research. En dat is een soort van tak van de Walt Disney. Ja. Die is ontstaan in 2008. En hun doel is om technologische en wetenschappelijke innovaties te ontwikkelen. Ja. En in eerste instantie is dit ontwikkeld voor VR en gaming eigenlijk. Klopt. Maar ze willen het eigenlijk doorontwikkelen om dit ook te gebruiken voor films en series. Ja. Voor VR had je al een tijdje, maar dat is dan meer zo'n soort van treadmill. Ja, ja, dan zit je ook echt met zo'n band. Dat je erop vat. Aan je heup, heel veel inderdaad. Van die video's zie je dan ook. Ja. En nog, dat is iets nog recenter. Disney investeert $1,5 miljard in Epic Games. Voor de bouw van een sociaal universum. Klopt. En waar kennen we Epic Games van? Van Fortnite. Ja. Het is al eerder gebeurd dat in Epic Games werd geïnvesteerd door Sony en Kirkby, moederbedrijf van Lego. Yep. Oh. En daardoor kwam Lego Fortnite. Klopt. En ze hebben gezegd, dat is een persbericht, dat deze kapitaalinjectie niet alleen voor de game is, maar dat ze het ook gaan uitbreiden voor films en series. Fortnite dus, de movie komt eraan. Wou dus net zeggen, wat denken jullie van Fortnite-serie of een movie? Ja, het kan misschien leuk zijn. Want het zit in de trend, toch? Heel vaak games dat er... Zeker. Ja, maar Disney... ik vraag me dan af hoe ze dat zullen doen. Ja, het is gewoon een Fortnite-movie. Ja, wat dacht je van Minecraft-movie die eraan zit te komen? Wat ga je daar doen? Er wordt gewoon een verhaal verzonnen en de poppetjes zijn van Fortnite waarschijnlijk. Ja. Maar Disney is sowieso de laatste tijd heel erg goed bezig. Die Walt Disney Company heeft dus de rechten verloren van Willy... de Stoomboot of zoiets heette dat toch? Dus de eerste versie van Mickey. Maar dat is echt... Iedereen was aan het klagen van... Of ja, niet per se klagen. Aan het stressen van... Oh ja, het is echt iets van Disney. Het is echt iets van Disney. Als je hem gebruikt in een game of een andere film... dan hebben mensen automatisch nog steeds een link aan Disney hiermee. Ja. Maar ook, dat is echt... 2% of zoiets van Disney, want ondertussen hebben ze Marvel. Ze hebben Lucasfilm, ze hebben Hulu, hebben ze recent volledig overgenomen. Ze hebben Banijay, dingen hebben ze overgenomen. Ze hebben Fox Sport, ESPN hebben ze overgenomen. Wow. Dus ze hebben heel veel. Het is echt een multimiljarden bedrijf geworden. En ja, Mickey Mouse, dat is gewoon echt, zoals ik zeg, 2% of zoiets van de company. En nu hebben ze dus ook inderdaad een slag geslagen met Fortnite. Wat je net al zegt, weet je, als je nou Mickey Mouse zegt, dan denk je automatisch aan Disney. Ja, daarom. Dus gelijk toen die, want ze hebben in de jaren 70 of zoiets, hebben ze met de wetten proberen te spelen en rechtszaken en noem maar op, om heel die copyright uit te stellen. Dus uiteindelijk is het tot 90 jaar of zoiets gekomen. En nu is het gewoon een public domein. Iedereen mag gebruiken. Maar de dag dat het een public domein inging, kwamen er gelijk al trailers uit van Mickey Mouse Gun Game of zoiets. Weet ik veel. Dan kon je met Mickey Mouse spelletjes. Mickey Mouse horrorfilm werd gelijk aangekondigd. Oh ja, dat klopt. Noem het maar op. Maar ja, nog steeds associeer je Mickey Mouse met Disney. Maar dit is wel niet gelijk, want er zijn ook copyrights op verschillende soorten Mickey Mouse. Hè? Dus dat is echt gewoon de eerste Mickey Mouse. En dan heb je Mickey Mouse die we misschien kennen van die Mickey Mouse Clubhouse, wat later is uitgekomen. Inderdaad. Dat is weer een andere versie. Maar Minnie Mouse, Goofy en zo, die vallen daar dan weer onder. Dus daar hebben ze dan weer geen recht op. Nee. Het is echt een ingewikkeld proces. Ja. Heb jij nog wat? Ik kwam van de week kwam ik een filmpje tegen over bosbranden. En, sorry, hoe kom je bij een filmpje van bosbranden? Ja, weet je, ik zet... Algoritme weet wat hij leuk vindt. Algoritme van TikTok. Pyromaan dat je bent. Ja, maar op een gegeven moment, weet je, ik kwam een interessant filmpje tegen en die likte ik. En met de dag kwam ik alleen maar meer filmpjes over bosbranden tegen. Totdat ik ook op een gegeven moment de trailer zag van een film over een bosbrand. Dat is de film van Angelina Jolie. Those Who Wish Me Dead. Dus, ik heb die film gekeken en het is... echt specifiek over bosbranden. Ja, ga maar door. Ik kijk even ondertussen. De film gaat eigenlijk over een familie die aan het vluchten is van de overheid. Ja. En die familie die heeft dan een aangetrouwde familie hebben ze wonen in een bosgebied. En daar vluchten ze naartoe. Het is een vader en een kind gewoon. En voordat ze daar komen wordt die vader al helemaal overhoop geschoten. En die kind die heeft een bepaalde informatie. En die vader zegt, ga niet naar de politie, ga gelijk naar het nieuws. Dus die jongen die verdwaalt op een gegeven moment in het bos. En dan gaan ze, de regering probeert dat jongen te vinden. En dan denken ze op een gegeven moment, weet je wat, het bos is te groot, we steken gewoon het hele bos in brand. En op die manier begint echt gewoon, die hele film begint dan door de bosbranden heen. En Angelina Jolie speelt daar een brandweervrouw, maar echt gewoon getraind op bosbranden. En ze heeft ook trauma's meegemaakt in een bosbrand waar ze gewoon... levende kinderen heeft zien verbranden en dat soort dingen. Dus die zit en met zichzelf in strijd, en met de overheid in de strijd, en met die bosbrand in de strijd. Dus het en met media? Nee, de media is pas helemaal op. Oh, media, ze proberen naar media te gaan, maar ze zitten ook nog vast in die bosbrand waar ook nog op hun gejaagd wordt. Carl Tucker op speed. Het is ook nog één grote oorlog hierboven bij haar. En welke jaar is het? De film is uit 2001. Oh. Ja, en dan spelen we wel... Zwart-wit. Waar kunnen we de video van bestellen? Nee, hij staat op HBO. Oh, okay. Want ik had meerdere films, maar niet al die films stonden echt op service. Dus, en toen ik deze zag dat hij op HBO stond en ik heb HBO, dacht ik, weet je wat, ga ik deze gewoon kijken. Ja. Ja. Maar het is wel een aanrader, man. Ik vind het wel een leuke film. Okay. Dus, zou je hem cijfer geven? Als ik hem cijfer geef, geef ik hem wel een 3. Een 3? Ja. Dat is niet echt goed. Nee, maar... Oh, op een 5. Op de 5. Ruim voldoende. Op de 5. Op een 5. Op een 5. Nee. Niet op de 100. Ik heb... ik heb... Das Lehrzimmer gekeken. De wat? Das Lehrzimmer. Zo'n Duitse film? De Teachers Lounge is het. In het Engels is van een Duitse-Turkse regisseur. Genomineerd voor Best International Film. Tijdens Oscars. Gaat over een docent. Er is diefstal op school. Zij komt erachter wie het is. En een hele heisa ontstaat vanaf daar. Leuke film. Ik heb ook een beetje Roadback of Throwback Mary Lane, weet je wel. Ik heb Superbad gekeken. Ik heb School of Rock gekeken. Best film. Ja, leuk. Maar ik luister ook een podcast regelmatig. En dat is van Dolby. Dolby heeft een eigen podcast. Ja. En dat ging over... gaat meestal over films. En dan worden gewoon producenten enzovoort uitgenodigd. Maar dit keer was ze... Hoyt van Hoytema. Nou, de Nederlandse cameraman van Oppenheimer. We hebben het inmiddels heel vaak over gehad. Maar wat wel geinig is, is... In Nederland zeggen we heel vaak, weet je wel. Weet je wel. Dus, hè, eindigen we heel vaak met weet je wel. Hoe geinig is het als iemand die Nederlandstalig is, in één keer Engels gaat praten en de Nederlandse stopwoordjes gebruikt in het Engels. Daar komt ie hoor. Ik heb een clipje voorbereid. Ik heb even geknipt en geplakt. Daar komt ie. That sort of honeymoon is kind of over, you know? And then it's very much about, you know, taking one step at a time, you know? And slowly, you know, we start and then, En ik zal je wat zeggen, dit is nog niet eens de eerste 10 minuten. Maar het wordt echt vervelend als je erop gaat letten, want de hele gesprek van 40 minuten zit de hele tijd you know. En hij begint een zin met you know en eindigt op you know. Denkmomenten zegt hij you know en dan begint hij weer een zin met you know. Maar buiten dat, het is echt een interessante episode. Ik zou hem ook zeker aanraden om te kijken. Ik zal hem ook in de show notes plaatsen. Zodat mensen, als ze het interessant vinden, kunnen luisteren. Geeft een kijkje achter de schermen van Oppenheimer. Het proces samen met Christopher Nolan. Postproductie en noem het maar op. Maar hij vertelde ook een grappig, of ja, niet per se grappig, best wel een interessant verhaal. Hij zegt, ik ben tot 2 keer aan toe niet toegelaten aan de Nederlandse Filmacademie. Dus ben ik naar het buitenland gegaan. Heb ik in Polen een studie gevolgd aan de Filmacademie. En daarna heeft hij iets van 6 jaar op de bank sigaretten gerookt. Tot het daarna begon te rollen. Maar het is best wel geinig dat je tot 2 keer aan toe niet wordt toegelaten op een Nederlandse filmschool. Ja. Om dan vervolgens de King of IMAX genoemd te worden. Ja. Is het dan een laatbloeier misschien? Ja, misschien was hij... Ja, als je zo kijkt, ja, het zal wel een laatbloeier zijn. Hij heeft 6 jaar op de bank peuken gewoond. Ja. Ja. Maar ja. Maar dus film is meestal zo. Meestal op zijn 30 zoiets begint iemand echt op te komen. Ja, en dan zie je ook, de beste cameramannen zijn meestal 50 of zoiets. Ja, dus dat. Ja. Zoals ik zeg, show notes kun je het linkje vinden van de podcast-episode. Ja. Zullen we gewoon beginnen? Yes. We beginnen met de eerste titel en dat is Argylle. Ja, laten we aftrappen met de eerste film. Argylle. De actie-comedy-spionagefilm van Henry Cavill en Dua Lipa. Dua Lipa zou ik niet zeggen. Maar hoe vaak zij gepromoot is in die trailer... Ja. Je zult denken, ze speelt een hoofdrol. Ja, maar ik zei tegen Mirza ook al... volgens mij zagen we toen een keertje... waren wij met z'n tweeën naar de bios... en dan zag je een reclame en ik zei al van... kijk hoeveel reclames ze maken over Dua Lipa. Ik durf te wedden... Ja. 2 scènes en that's it. Ja, dat bleek ook waar te zijn. Maar laten we beginnen met een woordje anders. Ja. Jongens, kunnen jullie de film omschrijven in 1 woord? Shit. Ik weet niet of het 1 woord is. Tijdsdodend. Tijdstreepje-dodend. Nee, je kan ook gewoon zeggen tijdverspilling. Dus 1 woord. Tijdverspilling. Ja. Rampzalig. Rampzalig. Ja. Maar leg anders eerst even uit waar de film over gaat. Want dan weten de mensen waar we het over hebben. Yes. De film die gaat over... ik ben heel even haar naam kwijt. Ellie Conway. Ja. Zij is een schrijfster van een boek. Die heet Argylle. Spionagefilm. Een spionageboek. Sorry. En blijkbaar voorspelt ze dus de toekomst. Ja. Maar hoe verder je in de film gaat, hoe meer er een draai aan komt. Nee, daar hoeven we niet verder op in te gaan. Dat is heel simpel. Haar boek, haar plots althans in een boek, verklapt wat er in werkelijkheid gebeurt. Wat hadden jullie vooraf verwacht? Nou, zoals ik eigenlijk al had gezegd, ik had heel weinig Dua Lipa verwacht. Ja. Maar ik had het wel meer comedy verwacht. En dat was echt een tegenvaller, man. Het was... Kijk... ik heb het idee dat ze een beetje een serieuze spy-movie proberen te maken met een tintje humor hier en daar. Maar het is er niet voor gemaakt. Nee. En ik ging de film in en ik had niet verwacht dat het zo slecht zou zijn. Nee, de vorige aflevering deden we natuurlijk die top of flop. En toen zei ik al dat het zou floppen in verband met te veel marketing. Ik zei ook flop, hè? Ja, jij is ook flop. Jij is ook flop. Nee, klop. Volgens mij was het top. Ja, dan ga ik hem zo top zijn. Maar in ieder geval, overal waar ik kwam, zag ik Argylle dit, Argylle dat. Ik weet niet. Ik werd een beetje mee doodgegooid. Ja. En het blijkt ook gewoon, mijn intuïtie blijkt ook waar te zijn. Ik vond er echt niks van. Je werd echt doodgegooid met heel veel reclame. Waar je precies. Maar wat jouw theorie is... hoe meer reclame voor wordt gemaakt, hoe slechter de film. Juist. Ja, ja. Weet je, kan dit ook om een tegeltje? Ik had... Wat had jij verwacht? Vertel. Ja, wanneer je tegen mij zegt spionage, actie, humor... Ja. Denk ik gelijk aan 21 Jump Street. Ja, maar had ook zo'n thema moeten krijgen. Ja, zoiets had het meer moeten zijn. Of die van... ik ben even zijn echte naam kwijt. Die... Agent Cody Banks. Nee, niet die. Van Mr. Bean. Hoe heet die acteur? Rowan Atkinson. Ja, hij heeft ook een spionage-comedy-film. Johnny English of zo? Ja, Johnny English. Ja. Deel 1 en deel 2. Ik vind die films voor mij, dat is gewoon... Ja. Dat is gewoon een niveau voor een spionage-comedy-actie. Ja. Maar dit, ja, wat jij al zei... alsof ze een serieuze film hebben gemaakt... alleen de comedy zwaar heeft gefaald. Ja. Echt zwaar gefaald. Ja, er zijn wel veel grote namen gebruikt, man. Ja, zoals ze zeiden, Dua Lipa, John Cena, Samuel L. Jackson. Maar er zit wel een prijskaartje aan. Bryan Cranston. Ja, ja, maar ik denk dat ze dat ook echt hebben gebruikt. Die namen zijn gewoon puur gebruikt voor het promoten van die film. Weet je hoeveel ze hebben betaald voor die film? Ja, 200 miljoen. Ja. Maar, nee, maar luister. Ja, is veel. Ja, is veel. Maar luister, ik denk dat dit wel... Kijk, wij vinden het is duidelijk, we vinden het niks. Nee. Ja, maar ik denk dat hij het misschien wel goed gaat doen in de bioscoop. Meer in de zin van, het is meer voor family, dat soort. Je kunt met je kinderen naartoe, dat soort dingen. We hadden eigenlijk naar leeftijdsdingen moeten kijken. Ja. Wat voor leeftijd zit hierop, denk je? Ja, kijk anders even snel. Nee, maar er is, ik heb even een feitje opgeschreven. De eerste week heeft 35 miljoen opgeleverd. Het budget was 200 miljoen. Nou, dat gaan ze sowieso niet meer kiet spelen. Derde film van Apple inmiddels, dat al 200 miljoen heeft gekost. Naast Killers of the Flower Moon, dat achter ons afspeelt. En Napoleon... je wilt dus minimaal 500 miljoen behalen voor een degelijke profit. Maar films die 500 miljoen behaald hebben... of althans ook 200 miljoen hebben gekost ongeveer... waren niet meer dan 10 films in 2022 en 2023. Dus was dit verstandig. Ja. Kijk, weet je wat het ook is? Ik denk dat Apple vooral content probeert te creëren voor de streaming services. Ja. En dan is het nog de vraag van... ja, willen ze per se die 500 miljoen behalen? Of willen ze nou gewoon... overal op billboards grote namen hebben staan. Apple Original, juist. Apple Original, Dua Lipa, Henry Cavill... Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio. Die kun je allemaal vinden op Apple. En dat het misschien vooral daarom gaat. Ja. Ja. Nou, wat ik persoonlijk van de film... hij is... het is niet super slecht. Dat niet. Hij is een beetje vermakelijk... maar hij is ook voor 13+. Oh ja, dus zou je nog eventueel met je kinderen... De kinderen, die kun je er best wel meer van maken. En dat... Ja, ik heb zelf ook staan leuk als vermaak. Ja. Weet je, als je gewoon nergens aan wil denken... op een dinsdagavond, weet ik het wat... gewoon even erop doen en dan... Ja. Maar er zitten zoveel ook twisten in de film... en het gaat zo snel, je wordt van hier naar daar getrokken. Voorspelbare twisten. Ja, inderdaad. Maar dat had ik verwacht. Ja. Ja, maar dat had ik ook verwacht. Wat gek dat die een op het laatst terugkwam. Had ik helemaal niet verwacht. Nee. Ik had misschien iemand anders of zoiets... had de film moeten aanpakken of zo, man. Iets meer komische twist aangeven. Maar Matthew Vaughn, die wilde hier een trilogy van maken. Zou dat wel gaan, denk je? Denk ik niet, man. Nou, nee, denk ik niet. Ja, maar hoeven we ook niet verder te argumenteren. Ze hebben in het eerste weekend hebben ze 35 miljoen opgehaald. Ja. Wereldwijd. Nee, maar ik bedoel, ik vertelde je al, toch? Ja. Van Apple heeft misschien dat ze nu al die grote namen aan Apple Originals willen linken... en dat daarom mensen de services afnemen. Want vorige aflevering hadden we het ook al verteld... dat Apple nu vooral focust op de software in plaats van de hardware. Dat tegenwoordig bij hardware heel vaak... dat heb ik vorige week gezegd en toen kwam die in één keer die bril uit. Nee, maar dat ze vooral focussen op wat is er te zien op Apple TV, wat is te zien op Apple News en wat is te zien op Apple Fitness en wat is er op je iCloud en dit en dat. Er zijn vooral de services waar je maandelijks een bedrag voor betaalt en dat ze vooral daarop focussen tegenwoordig. En zulke namen trek je gewoon wel klanten voor Apple TV. Klopt. En ook kwam er nog een teaser uit van 2024. Apple brengt nu schijnbaar elke week een nieuwe film of een serie uit. Zo. Ja. Dus ja. Hadden jullie ook gezien dat er ook... ik weet niet. Veel ophef was over die kat. Heb je dat gelezen? Ja. Iets met dierenrechtenorganisaties. Ja. Hij zat ook te veel in de rugzak. Ja. Dat soort dingetjes. Maar ze hadden daarna nog een soort van persbericht naar buiten gestuurd. Van no animals were harmed during making. Ja, van die dak dat die werd afgegooid. Ja, dat niet echt is. Ik denk dat is niet echt. Maar weet je, met dat mensen gaan zeuren van... oh, die kat die zit de hele dag in die tas. Klopt, in zo'n film zit hij de hele dag in. Ja. Maar zo'n scène, sommige scènes daar die nemen ze binnen 5 minuten op, man. Hallo, weet je. Ja. Je kunt toch wel logisch gaan nadenken van, oké... Nee, maar dat kan dus niet. Ken je nog dat ene clipje van Bankzitters? Dat die kat van die Raoul in de tas zit. Mm-hmm. En dat die Milo hem smijt tegen de deur. Oh aan. Ja. Maar daar zit die kat toch niet echt in? Maar daar hebben ze dus schijnbaar ook berichten over gekregen. Maar ze hebben wel mooi gemaakt. Dan cut die en dan komt die kat weer uit die zaak. Ja, maar ja, dat is gewoon een heel simpele knip- en plakwerk. Hey, films met John Cena, moet dat nog gebeuren? In de toekomst? Man. Waarom is het alle films waar die man in zit, is een soort van flop? Want je had laatst ook een andere film van hem. Die had gewoon letterlijk een 0 gekregen van Rotten Tomatoes. Met die bodyguard. Dat ze echt... Ja, zoiets was het. Ik weet even niet meer. Maar weet je wat ik vind van John Cena? Hij heeft... destijds had hij wel... Maar dat was echt vroeger, het begin... had hij wel leuke films. Ik kan nou niet op namen komen, maar ik herinner wel goede films van hem. Hij heeft één leuke serie en dat is The Peacemaker op HBO. Dat is dan zo'n... weer een soort van... Ja, tegenwoordig doen ze dat allemaal, heb ik het idee. Een soort van Boys. Ken je de Boys op Prime Video? Ja. En die heb je ook... je hebt dan Doom Patrol heb je. Dan heb je... The Boys heb je. De Gen V heb je nu. Dat is een soort van The Boys spin-off. Klopt. Hoe heette die andere? Die Incredible of zoiets? Incredible of zo? Incredible. Die ook weer door Seth Rogen is gemaakt. Dat is dan een tekenserie over een superheld. En dan heb je de Peacemaker en Umbrella Academy. Dat zijn een soort van semi-superhelden. Ik vind wel dat het einde is voor zijn carrière. Fast and the Furious kon ik het nog accepteren... dat hij in één keer als broer van Hobbs binnenkwam lopen. Dan kon ik het nog een beetje accepteren, maar nu... Of wacht, is het broer van dingen was het toch? Ik weet even niet meer. Hij is iemands broer. Ja, hij is de broer van Toretto. Dominic. Oh, okay. La Familia. Ja, er is ook niks meer bijgebleven van die film. Hè. Goed was die. Zo goed was die. Maar ja, hebben jullie opvallende dingen gezien in de film? Ja, heel veel shit. Ja. Opvallend slecht. Ja, opvallend slecht. Nee, wat ik wel... die schaatsscène in één keer. De? Die schaatsen en dat ze daar zitten en zegt van... Oh, ik kon vroeger heel goed schaatsen, toch? Ik herinner me niet veel, maar... Ja. En 2 seconden later was ze in één keer professioneel ijsschaatster of zo. Ja. Ik weet niet wat ze aan het doen was. Dat vond ik best wel knap. Oscar-nominatie waardig. Oscar, mag al lang zijn. Regionaal. Conclusierating, zoals ik het al gezegd. Ze hebben het denk ik gewoon verkeerd gemaakt. Het gewoon meer een comedy moeten zijn. Zoals idee is leuk, gewoon een comedy spy movie. Ja. En als ze dat hebben geprobeerd, dan waren de grappen niet echt heel erg grappig. Een freeze frame dat dan in één keer letters zo vallen of zo. Oh ja. Heel komisch. Nee, ik geef het 2 sterren, man. Ik sluit me erbij aan. Geen conclusie? Ik sluit me er compleet bij aan. Okay. Ja. Heb jij nog wat? Leuk als vermaak, maar verder niks. Dua Lipa, bedankt voor de marketing. Houd lekker bij zingen. 2,5. Ja. En Henry Cavill, daar komt nog een trailer van uit recent. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Nou, daar kijk ik dan wel weer naar uit. Ja. Maar 2 sterren. 2,5. 2,5. Ja, doen we gewoon 2 sterren van maken. 2 sterren. Moeten de mensen de film kijken? Alleen als je echt niks te doen hebt. Als je Apple TV hebt, kijk hem gewoon. Weet je. Als je echt niks alles gedaan hebt in de huishouden, dan kun je deze film gaan kijken. Maar de kinderen hebben uitgelaten. Kinderen uitlaten. Kinderen uitlaten. Als je de was hebt gekocht. De volgende film. En de boodschap hebben op. We zijn aangekomen bij de tweede film van deze aflevering. The Zone of Interest. Ja. Heren, in 1 woord. Pakkend. Pakkend? Ja. Hakan? Meeslepend. Ik dacht meer aan bijzonder. Bijzonder. Ja. Oké. Ligt anders even eerst toe, misschien? Ja. The Zone of Interest, gemaakt door Jonathan Glazer. Gaat over de kampcommandant Rudolf Hess, zijn vrouw Hedwig en hun kinderen die wonen naast concentratiekamp Auschwitz. Ze streven naar om een ideaal leven te leiden. En een overplaatsing van werk dreigt dat plan te doen mislukken. Maar Hedwig, de vrouw, die wil per se blijven. Ja. Dat is een paar zinnen. Dat is ook gelijk best wel heavy. Het is heel heavy. Dat je echt helemaal niks van achter het muurtje aantrekt. En gewoon zeggen, ik wil hier gewoon relaxen. Ik wil hier blijven wonen. Dat is best wel bizar. Maar ik denk dat ook een soort van kracht is van deze film. Snap wat ik bedoel? Het kracht van deze film, maar tegelijkertijd is het ook waar gebeurd verhaal. Ja, tuurlijk. Dat maakt het heavy. Want die generaal, die heeft daar echt gewoond. Ja. Zeker. Die woont er, maar je ziet ook in de film zie ook heel veel scènes. Zitten ze rustig in de tuin, zitten bijvoorbeeld met haar moeder te praten. En dan heeft ze over doodnormale zaken. En dan hoor je in één keer aan de andere kant van de muur hoor je mensen schreeuwen. Ja. Hoor je een soldaat schreeuwen en dan hoor je een paar kogels afknallen. En dan is het in één keer stil. En dat was best wel een impact van de film. En daarmee is die ook genomineerd voor Best Sound. Want er is een wereld achter dat muurtje. Je krijgt een soort van... Je kan er een beetje van proeven. Soort, ik wil het ook niet veel. Het klinkt een beetje alsof ik aan het vertellen ben. Maar ook in de cover art, dan zie je gewoon de tuin en dan een muur. En dan achter het muur is zwart. Ja. Ja. Dat is gewoon een heel andere wereld of zoiets achter dat muurtje. Maar we weten allemaal wat er is gebeurd. In de Tweede Wereldoorlog en op die plek. We hebben ook de trailer gezien, maar wat had je dan verwacht? Is het ook de verwachting dat het is uitgekomen? Dat het zo beladen was bijvoorbeeld? Ja, ik had wel een soort van het idee van... hoe kan je een verhaal interessant maken? Ja. Een verhaal als dit. Want, je toont daar gewoon aan dat ze lekker in de tuin wonen. Hè? En dan is het wel gedaan. Maar de manier hoe het is gedaan is... Ja, was wel meeslepend, was pakkend. Ja. Het einde van de film... soort ook van onverwachts of zo. Als ik het heb over die lange gang. En dat hij dan in één keer switcht naar het heden. Kom zo wel op terug. Ik had vooraf dus verwacht van... Oké, hoe ga je dit doen? Maar het is me dus wel positief verrast hoe hij dat heeft aangepakt. Ja, Hakan. Wat ik vooraf had verwacht is... weer zo'n film. Heel veel gepraat. Waar ik totaal niet van ben. Ja. En dat was het eigenlijk ook wel. Alleen de geluidseffecten... dat constant dat geschreeuw... Dat hij s'avonds daar zit, weet je wel, kijkt zo over de tuin uit en dan zie je de schoorsteen. Zie je dikke vlammen komen en joh, mensen hoor je schreeuwen. Dat is toch wel een punt geweest waarvan je echt naar die film bleef kijken. En je werd meegesleept in die film. Ja. Dus waardoor het ook wel, aan de ene kant wel interessant, maar er zaten ook wel veel scènes waarvan ik dacht van, ik vond zelf persoonlijk het begin vond ik lang duur op een of andere manier. Hoe noem je dat? Lange aanloop. Ja, maar mysterieus is het wel. Mysterieus, zeker. Lange aanloop. Ik had wel... En was er meer... we waren gewoon vermoeid van de dag misschien. Dat wou ik net zeggen. Het is ook misschien de tijd wanneer je het kijkt. Dus, weet je... Nou, er was er iemand het was die voor mij... vader had voor het was voor mij wel een... Ja, achter ons zat iemand 3 kwartier te snurken. Maar het was voor mij wel een soort van... best wel... ken je dat als je zelf iets leuk vindt? Want ik vind indiefilms leuk. En... Ja. Het was voor mij echt zo'n dag van neem je vrienden mee naar iets wat jij leuk vindt. Ja, dat was het ook echt. Dat je achteraf ook vraagt van vond je dit ook leuk? Nee. Ik heb eerlijk gezegd, me die avond ook echt verveeld in de film. Echt? Ja, want het was... je weet hoe ik ben. Als er heel veel gepraat wordt, vind ik de film gewoon niet leuk. Als er geen actie in zit, geen beweging en dit. Ik zat op een gegeven moment te kijken en die moeder van Hedwig die kwam... En die zat daar, dit is dan ons huis. En we hebben hier ook tulpen, en we hebben rozen. En ik zat oprecht, dit was gewoon hoe ik zat. Ik zat zo onderuit gezakt. Het eerste wat ik zeg, wat gaat mij dat aan? Maar nu, dat was het eerste wat in me opkwam. Klopt, maar nu je dat zegt... Ja, maar dan heb jij daar iets gemist. Vind ik dat de krachtigste scène van de hele film... dat die moeder daar is en in die tuin... en ze zegt, maar wat gebeurt daar de hele tijd? Die moeder viel het wel op. Ja, klopt. Wat gebeurt er? En dan zegt zij, nee, kom, ik laat je die bloemen zien. Ja, maar het is gewoon... Je hebt daar dus eigenlijk iets gemist... want dat toont eigenlijk aan in wat voor waanzin ze leven. Ja, zij is gewoon echt gefocust op wat er allemaal in haar tuin gebeurt. Terwijl achter het muurtje gebeuren echt de meest afschuwelijke dingen. Nee, dat heb ik maar ook gewoon het moment dat ze gewoon... verschillende scènes uit de film gewoon... Ja, daar komen treinen aan van 700.000 man. Dat zijn 3.000 per wagon, 4 wagonnen. Dat is 12.000 per dag. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we ze kunnen opsluiten? Hoe gaan we zorgen dat het as weggaat? En dan wordt er een gesprek gevoerd over een oven... waarbij hier het warm is en daar afkoelt. Waardoor je het as kan afnemen. Ondertussen zie je hoe ze die assen allemaal laten verdwijnen. Wordt in de rivieren gedumpt. De as komt op hun... Ze gelijk naar huis, een bad wassen. Ja, maar het ergste is ook... het bad waarin ze de as wegwassen... dat daarna in één keer snap... is een Joodse schoonmaakster die moet schrobben. En zij kijkt ook gewoon van... fuck, dit is gewoon mijn... dit had ik kunnen zijn of zo. Klopt. Dat u generaal thuis komt... dat ze een Joodse schoonmaker die boots aan het poetsen is... maar die bloed die jij wegspoelt... dat is gewoon... dat had hij kunnen zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus... De tuinscène, wat jij misschien niet zo interessant vond... dat was echt een superbelangrijk stuk. Klopt, dat wel. Maar kijk, de message is wel sterk. Dat geef ik toe, hij is wel sterk. Maar Ik heb het vaak gezegd, films waarin heel veel wordt gepraat, dan denk ik bij mezelf van ja, het is niet mijn... Ik hou daar niet van. Ja. Het is... duurt te langdradig. En ik ben meer van, dan moet die actie gewoon in, weet je? Nee, het is echt... Ja, maar, ja zeg maar. Ja, ja maar daar moet je wel rekening mee houden. Dit is niet een budget van... Nee, kijk, maar het is ook opgevallen dat we niet achter het muurtje hebben gezien. Ja, ja, klopt. Kijk, want daar zitten dan natuurlijk heel veel restauratiekosten aan. En daarom snapt hij in één keer naar de toekomst. En dan zie je al die schoenen enzovoort. Klopt. En zag je ook hoe oud pand en zo is. Hè? Dat moet je allemaal restaureren. Dus jij wilt actie, maar dat... Soms lukt dat gewoon niet. Nee, dat klopt ook, weet je. Ik zeg ook niet van, waarom zit hier geen actie in? Ik zeg gewoon, omdat wij naar deze film gaan... Ik vind dit soort dingen vind ik gewoon minder interessant. Ja. Dan wanneer echt gewoon... geschiedenis vind je bijvoorbeeld... Dit is wel waar gebeurd. Dit is gewoon geschiedenis. Klopt. Dit is waar gebeurd. En het is ook erg wat er gebeurd is. Want we praten over hoeveel miljoen? Ja, wat is het... paar honderdduizend? Of nee, miljoenen. Nee, volgens mij. Jongen, gaat over miljoenen, man. Ja, ja man. Nee, maar exacte cijfers weet ik even niet, maar... Nee, maar in ieder geval... voor mij persoonlijk, hoe vaak ik ook dit soort dingen zie... het wordt niet minder erg of zo. Nee, klopt. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Want ik ben zelf ook... Ik ben 2 keer naar Auschwitz geweest, hè. Eén keer met het middelbare school... en dan later met hogeschool, toevallig. Omdat we naar Krakau gingen. Ja. Ik dacht de 2e keer zou minder erg voor me zijn. Of ja, minder erg, minder impact. Ja, omdat je bent al geweest. Maar het is echt niet zo, man. Nee, maar het is echt wat je daar ziet en wat ze informatie vertellen. We zijn ook met de bus langs het huis geweest, want dat huis bestaat nog. Ja, dat huis, het is ook opgenomen in het echt huis. Zeker. We mochten natuurlijk niet naar binnen, mochten in de bus zitten, maar wel kijken. Het heeft echt veel impact, man. Ja. Ja, ik heb dus de featurette gekeken van deze film. Het is inderdaad opgenomen in het echte huis. Ja. Sandra Hüller, kom ik zo op terug. Die vertelt ook van, ja, je loopt door die gangen, je loopt door de tuin. En het is een heel raar gevoel, zegt ze. Maar ook, het huis is natuurlijk niet echt een megastudio. Waardoor heel veel scènes hebben ze dus schijnbaar opgenomen met camera's plaatsen. En dan zit, of een kamer verder of buiten in een RV, zit de regisseur aan mee te kijken. En is de actrice of acteur is dan solo in bad bijvoorbeeld, met alleen een camera en... Niemand die haar coacht of wat dan ook. Dus het moet lastig zijn geweest. Ja. Ook is er natuurlijk geen ruimte voor licht. Nee, waardoor er heel veel scènes is gewoon belicht met daglicht. Of gewoon die dingen van dingen. Behalve natuurlijk die oven. Want die ovens die zijn uit. Maar dat rode lichten en zo. Dat wordt natuurlijk wel vanaf buiten gedaan. Maar daar is er ook ruimte voor. Dus ja. En het feit dat het geen licht heeft. Zegt de regisseur ook weer tegelijkertijd van. Ja, dit is eigenlijk best wel... ja, zo heel realistisch. Heel realistische beeld geeft het. Wat dat tegelijkertijd ook eigenlijk wel een win is. Ja. Nee, je ziet ook... er is ook een scène in de film. Daar hebben ze het over. Zijn er 3 vrouwen, waaronder Hedwig, zijn aan de tafel. En ze hebben het over de jas die ze heeft gekregen uit Canada. De jas is wel... die in het begin, bedoel je? Ja, ze heeft in ieder geval over Canada. En she thought it was the country Canada. Ja. Maar het kwam niet... Blijkbaar, heb ik opgezocht... Kijk, de mensen die in het kamp waren, die kregen allemaal dingen toegestuurd van familieleden. Ja. Taarten, kleding, om te overleven, want ze wisten wat daar gebeurde. Ja. Dat werd allemaal bij de commandant, zeg maar, een soort van gestoord. Ja. Alles werd opgenomen, maar die mensen kregen die dingen niet. Nee, en zij pakte een jas van iemand. Ja. Niet alleen een jas, maar dat is gewoon bekend, officiële documenten, dat zij gewoon dat ding zo vaak heeft geplunderd. Ja, daardoor noemen ze het Canada, een soort van codewoord. En je zag ook in het begin, volgens mij... toen ze al die dingen op het bed deed, al die jurkjes en zo... dat had ze ook allemaal geplunderd. Ja. Je hebt het over documenten, hè? Ja. Kijk, in wereld... dat was toen in het boek van Trevor Noah. In de wereld zijn er ook nog veel meer heftige dingen gebeurd. Maar, die fout van Hitler was dan wel... ja, tegelijkertijd fout of niet fout... Ja, dat is een beetje dingen, maar hij heeft letterlijk alles gedocumenteerd. Ja, klopt. En daardoor heb je gewoon keiharde feiten en kun je zeggen van dit zijn de cijfers, dit is extreem. Maar je kan bijvoorbeeld ergens wat in Afrika is gebeurd, hebben er geen cijfers, dat wordt niet bijgehouden. Klopt. Waardoor dat soort van minder erg lijkt, terwijl het misschien net zo heftig is. Dus dat is gewoon... Maar even... ik denk ook mede door die gedocumenteerde dingen, die discipline die erachter zat... Ja. Zijn ze misschien ook zo groot geworden. Dus ze waren wel heel erg innovatief. Ja, dat bedoel ik. Heel veel onderzoek, research. Het was echt een organisatie, hoor. Ja. Maar het was ook echt een vrij spel soort van. Hoor. Ook experimenteren met Joodse tweelingen, dit en dat. Gewoon open snijden alsof er niks is. Best wel bizar. Maar de regisseur die zei ook in diezelfde featurette, zegt hij... De mensen achter het muurtje waren in hun ogen monsters. Mm-hmm. Maar wie is nou degene die genocide pleegt? Ja. Ja. Het heeft allemaal met perspectief te maken, man. Ja. Dat is echt, ja, echt bizar wat er is gebeurd. Is heftig. Het is een beladen onderwerp. En zullen we naar een conclusie gaan, jongens? Of heb je nog wat verder? Ik wilde eigenlijk zeggen dat... want ik zei nog van Sandra Hüller. Ja. Oh ja, Sandra Hüller kennen we ook nog van Anatomy of a Fall. Oh ja, Dus zij heeft, dit jaar heeft ze een leuk lijstje. Ja, dus ze is natuurlijk niet voor alles zelf genomineerd. Mm-hmm. Maar ze is wel voor Best Actress Anatomy of a Fall Sandra Hüller genomineerd. Maar met Zone of Interest heeft ze 5 nominaties. En ook met Anatomy of a Fall heeft ze ook flink wat in het lijstje. Best Picture staat dus Anatomy of a Fall en The Zone of Interest in. Best Director staat Anatomy of a Fall of The Zone of Interest allebei in. Anatomy of a Fall Best Original Screenplay. Best Actress, zoals ik al zei, staat ze genomineerd. Best Film Editing, Anatomy of a Fall. En dat was het. Dus dit wordt haar jaar. Een behoorlijk lijstje. Zo. Ja. Dit jaar nemen de hoe zou ik zeggen? De Europese films nemen het over. Ja. Nee, ik had ook gelezen, Jonathan Glazer is ook naar die plek toe gegaan natuurlijk. Uiteraard. Maar ook gewoon rondom. Research. Rondom research. En hij had ook gepraat met iemand, zag ik, met een van bewoners daar rondom, die toen nog een klein kind was. Mm-hmm. Dat ze die mensen ook gingen helpen door middel van eten te verstoppen. En daardoor kwam het idee van... Daardoor kwam ook die scène van... dat. Was het een soort van animatieachtig iets? Nee, dat was zo'n heatcam is dat. Oh, heatcam, ja. In ieder geval dat je dat... Daardoor kwam het idee eigenlijk dat hij daar heeft gepraat met mensen... en hoe ze dat deden. En daardoor heeft hij dat erin gedaan. Dat vond ik wel mooi en netjes. Ja, ja. Ik vond het... was... Ja, het is goed gedaan omdat het in één keer zo'n heel andere kleur dingen heeft. En dan vraag je jezelf bij af, wat de fuck is dit? Ja. Er is nog zo'n leuke film. Leuke film. One Life gaat dan schijnbaar over iemand die duizenden Joden heeft bevrijd. Dingen uit tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oh, is dat niet... Met Anthony Hopkins. Doe me denken aan Schindler's List, toch? Ja, kan ook. Ja, ik neem even gelijk. Maar deze moet volgens mij nog in Nederland uitkomen. Of is al uit. Oké. Ja. Hakan. Conclusie en rating? Heb je nog wat toe te voegen? Of anders een conclusie en rating? Ik heb er niks aan toe te voegen. En qua conclusie en rating is... hij is meeslepend. Ook om het feit dat ik hem dan wat minder dingen vond. Omdat er zoveel in wordt gepraat. Ik geef... De film die wil ik nog wel een 4 geven. Omdat die... het geluid... Het is meer het geluid dat jou meesleept. Dingen die eromheen gebeuren, weet je wel. Mm-hmm. Zoals wat er aan de andere kant van de muur gebeurt. Dat blijf je constant horen. Het is niet zo dat de film afspeelt... en dat er dan bepaalde punten zijn... en dat ze dan, wat er achter de muur gebeurt... dat ze dat een beetje naar voren drukken. Nee, het geluid dat speelt zich constant af. En het is constant op achtergrond aanwezig. Je hoort constant mensen schreeuwen. Mensen neergeschoten worden. Je hoort op een gegeven moment ook gewoon kinderen spelen. En dan... weer mensen neergeknald worden. Dus dat is wel iets... waardoor je tijdens die film al constant zit van... best heftig eigenlijk. Ja, je wordt eigenlijk constant geconfronteerd met het feit... zoals ik zeg, wat voor waanzin ze leven. Ja. Dit gebeurt er allemaal buiten. En je wordt altijd getriggerd met dat geluid. Maar zij zijn nog aan het stressen van... hé, met thee is koud. Ja, dat soort dingen. Ja. Dus een 4 van Hakan? Ja, ik vind heel veel... ik ben sowieso iets meer dan Hakan een indie lover. Ik vond dit echt een topfilm. Je wordt echt geconfronteerd met feiten. Veel aspecten in de film is echt over nagedacht. Zoals Hakan ook al zei, het sound. Het acting was goed. Sandra Hüller was wederom weer goed. Hij geeft de film 4,5 sterren. 4,5. De film geeft van mijn mening op een concrete manier... hoe de realiteit destijds eruit zag. Het is confronterend. En persoonlijk vind ik ook een dieptepunt van de mensheid... wat er toen is gebeurd. Mm-hmm. Maar deze film laat wel... Ja, het is raar, het is echt mooi. Goed zien of zo. Ja. Het illustreert goed. En als je er nog nooit bent geweest... is dit ook wel echt iets wat kan aantonen. Ja. Want volgens mij als je er niet bent geweest... kun je niet echt omvatten wat er is gebeurd. Nee, klopt. Maar dit laat je wel echt goed zien. Ja. Mits je oplet, hè? Mits je opletten. De tuinscène vond hij niet interessant. Luister. Nee, ik heb daar 4,5. 4. Geef ook een 4. Zullen we er 4 van maken? Ja, Zone of Interest. Ja, ik wil nog eerder iets toevoegen. Ja, tuurlijk. Rudolf Hess. Rudolf Hess. Een mooie koep, by the way. Waarom jou eigenlijk voor deze aflevering zo'n koep? Ja, dat was wel de bedoeling. Nee, het val van Nazi-Rijk. Hij vlucht en later wordt hij opgepakt. En hij wordt opgehangen in Auschwitz. Nou. Rainer Hess is zijn kleinzoon. En die leeft nog. En hij is een activist tegen antisemitisme en tegen het extreem rechts. Dus helemaal contra. Dat vind ik wel mooi om te horen eigenlijk. De Zone of Interest geven we gemiddeld 4 sterren. 4 sterren. En dan gaan we nu... Volgens mij vaak aan wat lekkers bij. Ja, dat was ik hoor iemands maag knurren. Daar ben ik. We gaan door naar de snack. Heren, ik heb de Jolly Ranger bij me. Is het een Ranger of Rancher? Volgens mij is Ranger. Jolly Rancher. Nee, maar volgens mij had jij trek of niet? De zak is al open. De zak is al open. Jongens. Waarom Jolly Rancher? Waarom Jolly Rancher? Ik heb een filmpje gezien. Die komt van uit de film Superman versus Batman. Aha. En daar, ik ben even zijn naam kwijt. Vengeance. Jesse nog wat, die speelt Lex Luthor. Oh, Lex Luthor. Ja, dat kennen we wel. En Lex Luthor zit echt in de film in een heel serieus gesprek met een zo van die hoge piefjes. En die zegt op een gegeven moment... You wanna have a Jolly Ranger cherry? Jolly Rancher? Een cherry. Cherry is ook echt een favoriet. Is dit Amerikaanse snoep overigens? Volgens mij wel. Want ik heb ook... dat was wel grappig. Ik heb een filmpje gezien. Achter de scènes zitten ze dan. En er zit iedereen echt overal op bureaus. Zie je zo'n zakje staan. Oh, en hij komt de hele dag langs. You wanna have a Jolly Rancher cherry? En dan... Is dat een scène in de film? Nee, dit is gewoon tijdens de opnames. En sommigen die zeggen van ja, tuurlijk, lekker. En sommigen reageren gewoon heel agressief van... donder even een op met je snoep. Die zijn er helemaal klaar mee. Maar die acteur die zat echt gewoon de hele dag... met die snoepjes, bij iedereen zat hij die snoepjes uit te delen. De tante gewoon, hey. Ja. Maar het is wel lekker. Maar ja, klopt. Jullie hebben nou cherry. Je hebt blueberry. Maar hij eet ook alleen maar cherry in de film. Ja, hij heeft alleen maar sherry in de film. Maar hij kiest ook echt alleen de sherry eruit steeds. Hij heeft zo'n grote glazen bol. Hoe ging dat vroeger? Ja, inderdaad. Niet kiezen. Gewoon pakken. Je hebt, nog groene appel, watermeloen, bosbessen, druiven heb je ook nog. Laat ons even zien ook in de camera. Dit is hem dan. Als je van Lex Luthor houdt... Inderdaad. Het is, je kunt er niet op bijten. Nee, dat zou ik ook niet doen. Ik heb het al gemerkt. Nee, maar kijk, je hebt wel eens van die harde snoepjes. Hershey Company, alweer. Ja. We hadden het over Mr. Beast toen. Ja. Vorige week was dat zelfs nog. Oh. Maar, wat wil ik zeggen? Dat schoot in mijn keel bijna. Je kunt er totaal niet op bijten. Ik schrok me dood. Stuk voorzichtig en doe het niet op camera. Het is glibberig. Het is goed zo met mijn keel. Maar meestal met die harde snoepjes, als je een beetje loopt te zuigen... En op een gegeven moment wordt hij steeds kleiner en kleiner... Dan kun je hem afbijten, toch? Dan komt hij echt, net als een lolly, komt hij in stukjes. Deze, hoe kleiner die is, als je gaat bijten... merk je nog dat hij tussen je tanden gaat plakken. Ik vind hem echt lekker, man. En 0 calorieën. Nou, bizar. Nee, natuurlijk niet. 70. Jolly Ranger. Hoe kom je hier aan? Waar heb je het vandaan? Ik heb zo'n doos besteld. En er zitten allemaal snoepjes in. Alleen die doos die heb ik zelf samengesteld. Keep on sucking. Nee, ik heb zo'n doos dus besteld. En die kon ik zelf vullen. Ja. Dus eigenlijk, ik heb gewoon heel veel snoepjes besteld. In een box gegooid. En ik pak die iedere week wat uit. En dan kijk ik wel van welke film ik die had. Nou, niet vullen maar smullen, hè? Jolly Rancher. Dankjewel, Hakko. Deze kunnen we hier wel lekker laten staan, toch? Ja, van mij wel. En ondertussen snoepen. Ja, ook. Dankjewel, Hakko. Gaan we door naar de laatste film. De film met 11 Oscar-nominaties. Oh, alsjeblieft. De film van Yorgos Lanthimos met onder andere Emma Stone. Ik heb het natuurlijk over Poor Things. We zijn aangekomen bij de laatste film van vandaag. En... dus niet de minste. Het is Poor Things. Jongens, ik wil eerst, voordat we beginnen... Poor Things in één woord. bizar. Frankenstein. Ik zag Comfortzone. Maar... waar gaat de film eigenlijk over dan? De film gaat over Bella Baxter. Die wordt weer tot leven gebracht door een onorthodoxe wetenschapper. Of een dokter of een arts. Die haar een kinderbrein geeft. Mm. Dus ze moet het leven weer herontdekken. Maakt een reis door de hele wereld. Ja, zonder vooroordelen. Zonder vooroordelen. Ja, ja, dat is een belangrijk dingetje. Ja, ja. Ja, en dan leert ze van alles en nog wat onderweg. Dat is een beetje Poor Things. Ja. Maar ik wil gelijk beginnen met het verhaal is misschien niet zo heel erg boeiend. Maar ja, verhaal niet echt, nee. Nee. Maar oh, sorry. Ik wil eerst jullie mening vooraf weten. Wat hadden jullie vooraf verwacht van deze film? Kijk, natuurlijk, er is een heel lange aanloop geweest. Precies, in Amerika was die al uit en wij moesten nog zoveel maanden wachten en, enzovoort. Maar wat hadden jullie vooraf verwacht? Ja, lastig man. We hebben heel veel over gelezen vooraf. Ja. Weet je wel, want hij was al lang uit. En, klopt. X aantal nominaties heeft het gehad. Ja. En gewonnen. Nee, nog niet. Dat is een teammaat pas. Ja, in ieder geval. Ja, ik zei nou ook net bizar. In de zin van bizar goed gemaakt. Ja. Jij? Ja, ja, ik zei Frankenstein. Omdat... nieuwe film van Guillermo del Toro? Of bedoel je die niet? Nee, niet die. Maar... omdat, ja, het is weer een... Kijk, Frankenstein is echt lichaamsdelen bij elkaar en dan aan elkaar gezet en dan iemand tot leven gebracht. Dit is gewoon een dood persoon, een nieuwe hersens gegeven, bij elkaar gebracht, weer door een professor die er ook wel uitziet als Frankenstein eigenlijk. Ik weet niet, het gaf me zo'n gevoel toen ik de trailer keek. Ja, over de professor gesproken. Ja. Even tussendoor, hè. Misschien... een van de meest underrated acteurs van Hollywood. Hij heeft wel recent volgens mij een tegeltje gekregen, een sterretje. Hm. Ik heb het zelfs hier ook staan. Grote fan van William Dafoe. Ja, man. Ja. Hij is echt, echt een goede acteur. Ja. Hij heeft bizar lang in de make-up gezeten voor deze film. Ik had toevallig de featurette ook al vaker gekeken. Hij zit heel veel in de uur. Maar die man heeft nog nooit een Oscar gekregen. Vaak genomineerd. Ja. Nooit gewonnen. Maar we kunnen toch wel stellen... dat hij voor de Green Goblin en Spider-Man geen Oscar heeft gekregen, dat is wel een rip-off. Ja, dus de grootste rip-off van de hele industrie. De hele industrie. Dat is bizar. Nee, maar zonder gekkigheid, het is echt een goede acteur. Ja. Ja, hij zou echt wel iets meer credit mogen krijgen. Misschien, hij is echt wel underrated. Mm. Hij heeft dit jaar ook nog een leuke film uitgebracht. Ja, niet per se leuk, wel een goede film. Zijn acting was vooral... Nee, Inside. Dan speelt hij een crimineel die dan opgesloten zit in een penthouse. Mm. In, was het Los Angeles of New York? Een van de twee. Daar was zijn acteerskills ook echt heel erg goed. Ja, maar het is voor mij de mix van goede acteerskills, maar ook hoe die eruit ziet of zo. Hij moet altijd een soort van bad guy zijn, toch? Daar is hij gewoon gebaat. Zelfs bij de Mr. Bean movie speelde hij toch die in een regisseur. Oh ja, je hebt gelijk. Tijdens het Cannes Filmfestival. Zelfs daar is hij weer zo'n klootzak. Ja. En daarna aan het einde van de film zie je hem wilt met zo'n camera. Ja. Zo, weet je wel. Hij heeft nieuwe skill ontdekt. Maar het is echt een topacteur, man. Ja. Ja, wat vond jullie uiteindelijk van de film? Want ik vroeg top of flop. Jullie zeiden allebei top. Maar is het ook echt top? Ja, ik vind van wel. Kijk, het verhaal vind ik niet echt bijzonder op een of andere manier. Maar het gaat voor mij meer om het hele pakket. Ik kan het ook niet echt plaatsen wat voor genre het is. Er zit een stukje drama in, er zit humor in, er zit liefde in. Wat is het eigenlijk? Is het fantasy? Maar er zit er ook heel veel in, ja. Maar... ja, het is inderdaad fantasy. Maar het is voor mij meer de acteurs die de rollen spelen die het zo goed doen. Emma Stone, William Dafoe. Het is gewoon... ja, het pakket soort van. Het klopt of zo. Het verhaal is misschien wel matig, maar tegelijkertijd volgens mij is het geschreven. Ja. Dat weet ik niet. Dat verzin ik nu te plaatsen. Met het idee van, oké, hoe kan je vooroordelen soort van aantonen? Ja. Je hebt een volwassen vrouw met een kinderbrein. En hoe wordt zij gekneed met vooroordelen? Mm. Een belangrijke scène is dat ze dan over het balkon kijkt. En dan zijn er poor people beneden. En dan wil ze ze helpen. Wat zegt die man? Ja, dat moet je niet doen. Die beroven jou, bestelen jou, betasten jou, verkrachten jou. Noem het maar op. Ja. Misschien gebeurt dat niet. Maar een soort van kinderbrein wordt wel gekneed op die manier. Uiteindelijk geven ze toch een schatkist aan die gasten van... geef die aan die armen. Die man die zegt van ja, dat doe ik wel. Maar tegelijkertijd wordt daar ook weer de vooroordeel soort van waargemaakt. Want die mensen die je juist vertrouwt, die rippen jou. Ja. Nou, ik denk dat het misschien uit zo'n metafoor is geschreven. Maar toch, wat echt deze film echt heel goed maakt, is alles eromheen. Oh ja. Je hebt een bizarre setdressing ergens in Budapest. Ik heb een variety interview gekeken met de cameraman. Ergens in Budapest hebben ze een mega grote loods gebouwd van 3 voetbalstadiums. Mm. Ja, heb je die scènes niet gezien? Dat is allemaal gewoon een decor. Dat is gewoon allemaal opgemaakt. Ja. Het is insane hoe dat is gemaakt. Zelfs aan haar muur zit er gewoon bekleding, gewoon stof. En in die kleed zijn gewoon met stitches allemaal illustraties gemaakt. Het is gewoon tot op zijn puntjes. Mm. En Amazon zegt zelf, ja, het is eigenlijk best wel zonde dat het na de opnames gewoon totaal met de grond gelijk wordt gemaakt. Ja. Maar het is echt insane hoeveel detail gewoon in die film zit. En ja. Tegelijkertijd ook hoe die wereld is gecreëerd. Het lijkt alsof het op een wolk zit of zoiets. En ik moest gelijk denken aan Bioshock Infinite. Jij bent iets meer een gamer onder ons. Nooit gespeeld. Nooit gespeeld, maar je kent het wel? Ja. Ja, ik plak ook even een illustratie in de edit. Het deed me echt denken aan Bioshock Infinite. Maar ook het muziek. Het is gewoon... Bella Baxter is imperfect. En je hoort de hele tijd een valse toon bij het muziek. Het matcht gewoon met haar karakter. Ja. Dat ze zo imperfect is. Maar die tune is ook zo imperfect. Dus je hoort heel tot vals op achtergrond. Kling, 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 kling. Ja, en ja, 11 Oscar-nominaties meer dan terecht. Hakan, wat vond jij goed aan de film? Ik heb meer films van Emma Stones gekeken. Maar deze film echt wauw. Ja. Het acteerwerk wat ze heeft gedaan. En het is eigenlijk wel een van de mindere films waar ze ook echt bloot gaat. Ja, dat had ik ook. Ja, ik heb even opgezocht. Want heel veel acteurs zijn daartegen. Die willen gewoon niet bloot voor de film. Emma Stone is daar zelf ook één van. Ja. Die is daar ook op tegen. En Henry Cavill zei volgens mij deze week nog... Volgens mij was Henry Cavill dat hij zegt... Ik begrijp seksscènes niet in film. Waarom moeten we dat doen? Ja. Toevallig. Emma Stone zei... Ik ga niet zomaar naakt voor een film. Dat heeft ze altijd al gezegd. Het moet echt een goede film zijn. Het moet echt een goede film zijn. En dat, ja, deze film heeft dat ook wel bewezen. Ja. Want hoeveel nominaties heeft zij? 11. Nee, niet zij, de film. Ja. 11. Ja. Maar zij heeft in werkelijkheid heeft ze ook maar 1 Oscar. En dat is voor La La Land. Ja. En buiten heeft ze nooit een Oscar gewonnen. Nee, dat klopt. Want ik las ook gelijk dat ze nog meer films had. Waarvan er ook echt... ik weet niet of je de wat was het? Easy E. Oh, die... Ja, ze heeft zo'n Easy E-film. Dan was comedy volgens mij. Ja, dat is een comedy. En volgens mij gaat dat over... Dat ze doet alsof ze seks heeft met jongens. Zodat jongens kunnen zeggen van... Ik heb haar. Ik heb met haar. Maar ook in die film... Wat gewoon echt gebaseerd is op seks... Heb je geen één scène van haar. Dat ze echt dingen gaat. Maar wat vind je van de mate van... De hoeveelheid aan erotiek in deze film? Was het te veel of te weinig? Of? Ja... Laat wel zien wat voor freak de mensheid is eigenlijk. Ja. Het was wel veel, ja. Was veel? Ik vond het echt veel. Ik vond wel dat ze echt uit haar comfortzone is gegaan. Hè? Ja. Het is niet maar Emma Stone die je normaal gesproken niet ziet zo. Ze zegt ook, ik ben zo ver uit mijn comfortzone gegaan... dat het op een gegeven moment vrijgevend was. Die regisseur dacht ook op een gegeven moment... Oh ja, ze zijn toch wel openstaan. Nou ja, prima, waarom niet? You go, girl. Begin wat de mensen willen. Nee, ik vond het echt... ik vond het gewoon bizar veel. Gewoon. En ook... maar ook Mark Ruffalo, die speelt er ook in. Ja. Ik vond hem ook echt goed, man. Gewoon zijn karakter, hoe... dat hij een bepaalde statement had... en dat hij maar constant door moet blijven gaan, weet je wel. Alleen het grappige is dat dan... die scène dat Emma Stone op een gegeven moment zo van... oh, je wilt geld? Ik heb nog geld, weet je wel. Dan zegt ze van, waarom kom je hier niet eerder mee? Ja, dit is voor nood. Dat ze al een tijdje op straat zaten en zo, weet je wel. Dat hij dan op een gegeven moment zegt van... hij zegt, dit is al 3 maanden. Zo. Ja, nee, ik weet niet, man. Ik vond de film echt goed. Ja. Ja, ik had er nog iets van interessante iets opgemerkt tijdens de film. Nee, verder niet. Weet je wat wel bij mij is? Maar dat is mijn persoonlijke dingen. Deze film is zeker een aanrader. En ik denk niet dat ik alles al heb gesnapt. Ik denk dat ik deze film vaker moet zien. Ja, je moet dan denk ik wel misschien... Ja, dat is het. Ja. Ja, en het is gewoon... Je kan het blijven bewonderen hoe geweldig de wereld is gecreëerd. Maar ook zag ik in dezelfde behind the scenes... De regisseur die vertelt over de fisheye lens... En dat het gewoon een soort van perfect in elkaar is gevallen. Dat ze dan in één keer een fish-eye hadden met een vignet. En Schijnbaar is Yorgos Lanthimos telkens tijdens het filmen, wanneer ze het idee hebben van dat het misschien niet perfect genoeg is, dat die schijnbaar heel tijd riep van get the 8 mil. De 8 millimeter lens, weet je wel. Dus dan knalden ze weer die ene vignet lens erop. Ik heb niet begrepen precies waarom ze heel tijd voor die kozen, maar schijnbaar elke keer als de regisseur het net niet perfect in beeld vond passen, knalden ze de 8 millimeter lens erop met een vignet. Jullie weten wat een vignet is? Ja. Ik niet. Dat is dat zwarte randje wat er omheen valt. Oh, zo, oké. Okay. Ja, dus elke keer knalden ze gewoon die 8 mm via. Maar hij gaf ook een beetje een soort van creepy... Ja, alsof je door een kijkgaatje meekijkt. Ik had meer het gevoel alsof er een muis naar hun keek. Zo ik bedoel? Ja. Zo'n muizenholletje. Ja, ja, en de dance scène was best wel interessant ook. En daar hebben ze dus schijnbaar de camera handheld bestuurd. En het... ja, het was echt passend in de scène. Vooral omdat ze een beetje stijf aan het dansen is. En dan Mark Ruffalo was het volgens mij. Ja. Of was het die Rami Youssef? Mark Ruffalo volgens mij. Mark Ruffalo, dat hij dan met die andere gast gaat vechten. Ja. Wel? Dus dat actie, de tension. Klopt. En dan gewoon handheld camera erbij. Heel erg interessant. Ja, mocht je het interessant vinden. De Variety interview met de cameraman van Poor Things. Die staat ook op YouTube. Doen we die ook in de show notes? Ja, die doen we. Die knallen we ook in de show notes. Alles prima. Jongens, hebben we nog wat anders te melden? Nee, ik heb verder niks te melden over deze film. Ik vond sommige scènes echt gewoon leuk. Maar dat is ook echt dat ze dat kinderbrein had. Dat merk je ook. Ja. Dan zit ze aan die tafel, dan staat ze op, ik ga dat kindje slaan. En dan loopt ze in één keer weg naar die baby toe. Ook een kennismaking in het begin, dat hij zo gelijk tegen die neus aanslaat. Ja. Oh ja. Hey, Poor Things, genomineerd voor Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, Best Supporting Actor van Mark Ruffalo, Best Actress Emma Stone. Wat ik eigenlijk misschien wel terecht vind als ze die zou winnen. Maar Lily Gladstone was ook echt goed. Best Cinematography is Poor Things. Best Costume Design Poor Things. Best Film Editing. Best Make-up en Hairstyling. Best Original Score. Best Production Design. En, ik wil nog wel bij zeggen... recent is bekendgemaakt dat vanaf 2025 tijdens de Oscars ook... Best Casting een prijs wordt. Wat ik eigenlijk meer dan terecht vond, want elke department heeft zowat zijn eigen categorie waar hij een prijs kan winnen. Ja. Behalve casting. En casting is best belangrijk. Dat heeft deze film ook wel weer bewezen. Dus meer dan terecht dat ook vanaf volgend jaar ook een Oscar wordt uitgedeeld voor Best Casting. Ja, ja, ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Jongens, conclusie en rating? Conclusie, ja. Ik zei al eerder, deze film is zeker een aanrader. Mensen moeten deze film gaan kijken. En hij draait nog in de bioscoop. En hij draait nog in de bioscoop. Ik ga hem zelf ook nog, denk ik, nog een keer kijken. Ik heb een beetje het gevoel dat ik sommige dingen gemist heb. Ja. Maar geweldig acteerwerk. Zowel Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Ik ga voor 4,5. Hakan? Ik sluit me aan met Mirza. Ik geef hem ook 4,5. En het acteerwerk van Mark Ruffalo en Emma Stone is echt tip-top. Maar ook de effecten in de film, en de camera, geluid, hoe alles is gedaan. Maar ook hoe je... dus heeft de kinderbrein. En je ziet ook van begin tot eind dat ze steeds beter alles onder controle krijgt. En ja, dat soort dingen. Maar ze wordt ook gewoon gekneed, weet je wel. Naar de wensen van. Klopt. Ja. En ik sluit me aan bij mensen. Ik geef het ook 4,5. Ja. Dan, mijn conclusie is, ik heb volgens mij al heel veel verteld. Heel veel... van deze film is gewoon perfect over nagedacht, uitgewerkt. De casting is goed, de acting is goed. Ik geef deze film 5 sterren. Maar dat wordt teniet gedaan door jullie 4,5. Poor Things krijgt van ons 4,5 sterren. En daarmee zijn wij nog niet aan het einde gekomen van de aflevering. Want voordat we de aflevering afsluiten doen we altijd top or flop. Waarin we alvast een voorspelling doen van de films die we de volgende aflevering gaan bespreken. En daarmee beginnen we top or flop. Film nummer 1, Bob Marley, One Love. Hakan. Top. Top. Ik zeg ook top. Film 2, Drive Away Dolls. Hakan. Flop. Top. Ik zeg ook top. Ten slotte, The Avatar, The Last Airbender. Hakan. Top. Flop. Ik zeg... ik moet niet zoveel naar mijn eigen mening luisteren, maar ik zeg wel top. Ik wilde bijna mijn eigen mening geven. Ik ben geen fan van live action. Anime of... sommige mensen worden boos als je zegt Avatar is een anime. Ik ben niet echt een fan van live action. Getekende series of zoiets. Dus ik denk... ik vind zelf een flop. Maar het gaat denk ik wel top zijn. Vooral als je kijkt naar de 2010 versie van Avatar. Met M. Night Shyamalan als regisseur. volledig whitewashing. Alle karakters waren in één keer witte Amerikaanse jongeren met blauwe ogen. Mm-hmm. Terwijl als je kijkt naar de tekenvariant, dat zijn het een beetje Easter of Asian mensen. Ja. In dat opzicht is het een dub. Hakan, Bob Marley One Love, waarom een top? Ja, vooral van de legendarische Bob Marley, hè? Er is wel heel veel reclame gemaakt, hè? Ja, herinner je me als kort nog? Dat wel. we zien al een hele lange tijd bij Pathé. Als je binnenkomt, gelijk bij zaal 1, zie je al een gigantisch grote stand-up hebben ze daar neergezet. Ja, 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 klopt. Dus, maar ik blijf van mening dat deze film gewoon top gaat worden. Zijn verhaal over zijn leven is merkwaardig. En ik hoop dat het een top blijft. Ja. Dat het gewoon goed verfilmd wordt. Klopt. Ja, ik zei ook top. En ik denk dat het ook top gaat zijn. Vooral als je... Ja, ik kijk heel vaak behind the scenes en zo. En featurettes en zo. Als je kijkt naar hoeveel details ze hebben gewerkt. Of aan hoeveel details ze hebben gewerkt. Dan... kan het niet anders dan top, denk ik. Drive Away Dolls. Jij zei flop. Why? Nee, ik weet niet, man. Jij houdt er niet van? Ik kwam helemaal niet in die trailer. Eerste film van de Coen, toch? Ja, van Ethan Coen's eerste solo-project. Ja. Wordt het een comedy? Het wordt een comedy, ja. Ja, dus ik heb daar wel zin in. Ik denk dat het echt goeie wordt. En het is gewoon weer, ja, net als Fargo. We hadden toen ook Fargo gekeken. Oh, ja. Ja. Ja, die bad guys zijn dan weer... die hebben een bepaalde handicap weer, weet je wel. Ja, en dan zijn ze weer knullige figuren die het net niet goed kunnen doen. Maar sowieso, Ethan Coen, of althans de Coen Brothers, hebben altijd wel een beetje interessante figuren. En de film zit ook weer vol met interessante figuren. Yes. Ja, Avatar, die heb ik al verklaard. Wil je nog iets over Avatar zeggen? Nee, voor mij is het gewoon... Jij bent sowieso niet van Avatar. Nee, dat wil ik net zeggen. Je hebt nooit Nickelodeon gekeken. Dat wel. Jawel. Jawel, maar niet echt... Net Survival Gids. Dat wel, maar niet... Avatar, ik ben er nooit fan van. Je bent nooit van anime fan. Nee. Nee, er zijn mensen die houden niet van anime. Ik ben ook niet echt een groot fan van anime, maar ik heb Avatar wel gekeken. Net als Dragon Ball Z en noem het maar op. Dragon Ball Z ik wel... Daar ben je een groot fan van. Een groot fan. Jullie hebben meer anime gekeken dan jullie denken, toch? Ja, dat was het. Klopt. We gaan afsluiten. Dames en heren, we zijn weer aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en Podimo. Ook zijn we te vinden op verschillende social media platformen, waaronder andere Instagram, TikTok en Facebook. Op Instagram en TikTok heten we @TheVideoCorner. Op Facebook zijn we te vinden onder de Videocorner. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Ja, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week maandag om 8 uur zijn we weer terug met een nieuwe review. En ditmaal van Nicolas Cage. En dat is Dream Scenario. Tot dan! Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.